Iedereen in de Kempen kent dit pand wel. Daar hebben heel veel verschillende bedrijven in gezeten. Veel autozaken, maar ook bijvoorbeeld een bedrijf die handelde in bubbelbaden. Nu is er een bijzondere veiling van antieke auto's. En we gaan zo eens even binnenkijken wat daar te zien is. Goed, en hier staan we dan naast de organisator van Vavato. Kunt u zich even voorstellen? Ik ben Walter Wubbe en wij organiseren één keer per maand hier een veiling van klassiekers en oldtimers. Nou, dat is mooi, want het heeft lange tijd leeg gestaan, zeg maar. Het is fijn dat er nou weer een keer iets te doen is. Hoeveel auto's staan hier zo ongeveer? 40 ongeveer. 40 stuks. En welke leeftijd moet ik dan denken? Zit daar veel variatie in? Van 50 jaren tot de nieuwste is 2010. Het is een Belgisch bedrijf. Waarom hebben jullie nou speciaal gekozen voor Steensel? We zijn al 2,5 jaar actief in België en dat loopt heel goed. En we willen nu de Nederlandse markt er ook bij zien te krijgen. En Steensel is goed aan te rijden vanuit Duitsland, de A67. Vanuit Antwerpen, ook via de A67. En dit is het begin van Nederland. En als het groter wordt, dan gaan we uitbreiden naar het midden van het land. Ik zie hier allerlei verschillende kentekens uit de verschillende landen. Waar komen die auto's eigenlijk vandaan? Die brengen particulieren en verzamelaars brengen auto's in die ze willen verkopen. En die kunnen ze inbrengen zonder kosten bij ons en aan veilige wijze voor hun. En hoe is het met de belangstelling? De vorige week woensdag is er al een kijkdag geweest en vandaag de tweede. Vorige week was het heel druk. En er is nu ook behoorlijk wat animo. En er is al behoorlijk wat geboden op de auto's. Dus ik denk dat de helft wel verkocht gaat worden van wat binnen staat. Bedankt namens Kempen TV en veel succes verder. Oké, bedankt. We staan hier bij een DAFje, de echte Nederlandse trots uit het verleden. Als ik goed begrijp, hebben jullie ook belangstelling daarvoor? Of komen jullie alleen maar, zeg maar uit nieuwsgierigheid? Allebei. Ik heb heel veel historie met DAF. Mijn vader heeft er gewerkt. Ik heb er zelf vroeger ooit twee gehad, wel iets vlugger als deze. Ja. Maar nee, dus mijn hart gaat nog steeds naar DAF. Okay. Ja, zeker weten. Wat denkt u dat zo'n DAFje nog... Voor rond de 2.000-3.000 euro, maar ook voor het dubbele. Dus deze is een vrij mooie. Dus ik weet niet wat je uiteindelijk op zal brengen, maar... Heb ik enig idee, Bob? Hij ziet er zo op het oog heel mooi uit, maar hij heeft aan de voorkant wat lichte letsel opgelopen. Dat maakt hem weer wat minder waard. Dus ja, ik denk inderdaad een 1.000 of 3.000 iets in die buurt zal het zijn. Ja. Auto's die worden hier niet meteen direct verkocht, maar dat gaat via een digitale veiling. Hebben jullie enige ervaring met de computer om daaraan mee te kunnen doen? Ik denk het wel. Zat ervaring om daarmee uit de weg te kunnen. Ja, kijk eens aan. De oude lui doen gewoon nog mee hoor, met de moderne techniek. Hè. Daar zijn wij niet oud voor. Hè. Dat moet lukken. Ja. Voor André niet, die is er heel goed in. En ik heb het ook geleerd. Ik had vroeger een secretaresse die alles voor me deed. En dan ben je gepensioneerd, moet je het zelf doen. Maar met wat oefeningen en een cursus, nee, dat komt wel helemaal goed. Ja. En kijk eens wat we hier hebben staan. Dat is de limousine van familiediner, lijkt er wel. Nou, Jan en ik hebben hem voorlopig nog niet nodig. Waarom komt u hier naartoe? Nou, gewoon voor de aardigheid, om te kijken wat er te koop is zoal. Oké, dus echt een liefhebber. En u komt ook hier uit de buurt? Ik kom uit Veldhoven, maar om direct iets te kopen, nee, dat niet. Oh, dat is niet ver weg, dus je hoeft niet ver te rijden om hier even te komen kijken in ieder geval. En de andere meneer, hebt u ook belangstelling? Ja, ook altijd in de auto's gezeten, dus zodoende hebben we ook belangstelling. En ook heel veel oudere auto's opgekrapt. En nu zitten de zonen nog in de autoschadewereld, dus ik kom ook uit Veldhoven. Dus we hebben toch altijd wel de belangstelling. En we gaan wel regelmatig zo diverse... oude beurzen af om te kijken. Dat lijkt me wel iets voor u.
Ja, mijn leeftijd mag er wel, hè. Oké. Okay. Nou, leeftijd speelt hier geen rol volgens mij, hoor. Er staan zoveel... En ik kan er lekker mee door de stad heen rijden. Daarom, ja, vind je wel leuk, ja. Dat maakt er eigenlijk ook voor. Is het een specifieke jeugdroom? Ja, voor mij wel, ja. Ja. Die heb ik vroeger altijd al gewild. Maar ja, toen zat het er niet aan en nou wel. Ik zit hier in een oude Ford Thunderbird. Het lijkt wel de auto die bij Maan Vlodder altijd gebruikt is. Ik ga straks om 7 uur ga ik eens even naar die veiling kijken of ik misschien wel een bod kan doen. En van hieruit sluiten we dan de reportage af.